Tortuliet vertrekt heel sterk vanuit het leider-identiteit-idee. Mensen versterken in hun identiteit als leider. Dus we zijn gestart met de tweedaagse in Zoersel. Ik vond dat een hele leuke moment. Voornamelijk omdat je daar start met een teambuilding aspect. Ook direct vastpakken, wat is leiderschap? Ben ik een leider? Dat zijn zo de momenten dat ik daar heel aangenaam vond. Bij mij is het feit van dat we die tweedaagse hebben kunnen doen en daar heel open over kunnen zijn. Het heeft mezelf doen denken van wie ben ik en waar wil ik naartoe? Ik merk dat Start to Lead vooral gekozen wordt als ze zo in transitie zijn. Dat ze bijvoorbeeld van teamlid naar teamleider gaan en dat ze merken van ik heb hier nieuwe skills nodig. Leiderschap is niet aangeboren volgens mij. Dus daarom was het eigenlijk de drijfveer van ik kan nog heel veel leren. En dat was de grootste drijfveer om mee te doen. Sinds ik in deze masterclass ben gestapt, heb ik geleerd dat iedereen dat kan. En dat je meer in je eigen moet geloven, dat je wel tools en technieken krijgt om het vast te pakken. En dat je gewoon mee aan de slag moet gaan. De kracht van Start to Lead zit echt in de magie die met momenten gecreëerd wordt. En door eigenlijk weinig magische dingen. Het is vaak niet meer dan gewoon een keer 20 minuten de tijd te geven om ergens bij stil te staan. Als je wilt starten met leiderschap opnemen en je weet niet goed hoe, dan is deze de perfecte training om ermee aan de slag te gaan.